Oranje Movies. Hoi Bardo, ik ben Max uit Ennen, groep 7. Ik ben fan van Banjo Movies, de smoesjes zijn leuk. Ik moet voor school een werkstuk maken over Napoleon. Kan jij mij hierbij helpen? Misschien met een filmpje? Dan kan ik die laten zien aan mijn klas. Dankjewel, Max. Max, dat jij Banjo Movies e-mailt of wij je werkstuk willen maken is natuurlijk iets wat apart. Alleen, Banjo Movies is nou eenmaal helemaal apart. Dus daarom deze week speciaal voor jou, Max, een video over Napoleon. Zodat jij die kan gebruiken voor je werkstuk. Napoleon is geboren in de hoofdstad van Frankrijk, Wenen. In zijn jeugd speelde hij heel veel Age of Empires en League of Legends. En toen hij op een dag na al die games zich begon te vervelen, besloot hij maar Europa over te nemen. Want, zoals Napoleon ooit zei, YOLO. En tijdens deze tour heeft Napoleon natuurlijk heel veel landen veroverd, maar ook heel veel... ...was dat ze... ...1 en de andere bitch, bitch 2. En bij bitch 7 werd het onduidelijk. Precies wie 1, 2 en 3 bitch Jansen, bitch Pierre en bitch 3. Want bitch 3 was daadwerkelijk echt een kutwijf. Ook stond Napoleon bekend om zijn hele, maar dan echt hele kleine schoenmaat. En hij had ook een kleine piemel. Maar na al dit succes kwam de slag bij Waterloo. Deze slag gaat over zijn tijd in de studio. In de studio schreef hij samen met Mozart en Spider-Man de single Waterloo. De plaat Waterloo wordt later nog een keer gecoverd door een bandje uit Zweden genaamd ABBA. Een van de eerste grote veldslagen was in Duitsland, bij Leipzig. Hier kwamen boze Russen die alle Napoleon snoepjes zouden hebben en de verkooprechten van de Waterloo-single. En daarom heet de hoofdstad van Rusland nu ook Moskou. Napoleon werd hier gesteund door Barry de Vrolijke en Spider-Man, want Spider-Man had nog wat vrije tijd. Uiteindelijk won Napoleon de veldslag door de Russen te introduceren aan wodka. Sterker nog, Napoleon had alle wodka meegegeven aan de Russen. De Fransen konden nu niks anders dan hun hele leven lang wijn drinken. Wat ze nu ook doen, tot op de dag van vandaag. En Napoleon die besloot de zee over te vluchten naar een eilandje genaamd St. Helena. Rond deze periode was Barry de Vrolijke iets minder vrolijk, want hij was dood. Spider-Man besloot zich te focussen op zijn droom en ging Hollywood in. En ja, we kennen hem natuurlijk nu allemaal van de bekende film High School Musical. En op St. Helena werd Napoleon gevangen genomen door de Engelsen die alle bitches van Napoleon weg hebben genomen. En de Engelsen hebben ook het mobiele nummer van Napoleon online gezet. Napoleon werd zo vaak gebeld door al zijn fans dat hij overspannen werd en uiteindelijk stierf op het eiland. Het is ongeveer hetzelfde als dat ik nu zou zeggen dat dit nummer wat hier nu in beeld staat mijn telefoonnummer is en dat iedereen op aarde mij nu kan bellen. Dat zou ongelooflijk dom zijn. En misschien tegen het einde van deze video denk jij wel bij jezelf, ja maar Bardo, deze hele video sloeg helemaal nergens op. Nou, daar heb ik maar één goed ding op te zeggen. En dat is dat Napoleon de kleine piemel heeft. Nou Max, ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. Heel veel succes. Oh. Banjo Movies every Sunday at 2:00.